Welcome to our first EFBA press conference here in this farm. We have decided to give our side of the story. And the only way to do it is just to explain you what we're doing in Europe and to give you the opportunity to visit the farm afterwards. The sector is quite a sizable sector. There are more than 7,200 fur farmers in Europe, and we are represented in 21 member countries. Europe is the worldwide leader, and you may wonder why. It's because Europe is producing quality fur. In terms of jobs, we estimate the total chain that we employ more than 120,000 people, and the total value of the farm fur is estimated at 1.5 billion euro. We want to keep our position of worldwide leader by focusing on quality fur production and a strong focus on animal welfare and environmental farming. Welfare is the development of a welfare card for the fur animals, the mink and the fox. And the objective is to use the same methodology as the one used by the EU Commission, who has developed similar cards for the cattle, the pigs, and the chicken. So these cards exist already for the big agri sector, and we want to introduce a similar card for our sector based on the same methodologies. If we say a welfare card, it will be that you need a good housing, a good feeding, a good health and appropriate behavior. Why is it important for us, the industries? Because we want to give transparency to the public, to you, about the welfare standards which do apply to our farms, that we take care of our animals, that we treat them humanly, and this is transparent, and the farmers will get a certification on an annual basis just to make sure that they do comply with the rules. Is pels groen of niet? Het eerste wat opvalt bij pelsproductie, en een belangrijk aspect, is dat het relatief weinig ruimte inneemt in vergelijking met bijvoorbeeld wolproductie, katoenproductie. Een tweede heel belangrijk aspect, en volgens mij een van de belangrijkste aspecten, is dat de pelsdierhouderij in Europa goed is voor een verbruik van 1 miljoen ton slachtafval. Bij petfoodverwerking, waar dus in feite het afval opnieuw wordt verwerkt, gedroogd, gekookt, het korrels gevormd, is dat bij de pelsdierhouderij het afval vers verwerkt kan worden. Dus heel weinig, een heel korte cyclus. Een ander aspect is ook dat de productie volledig lokaal gebeurt. Dus van het opgroeien tot de dieren, tot het slachten van de dieren, gebeurt allemaal op de boerderij zelf. Duurzaamheid heeft traditioneel drie aspecten. Dat is ten eerste economisch haalbaar zijn, ecologisch verantwoord zijn en het derde is in overeenstemming zijn met de heersende maatschappelijke waarden en normen. Ja, daar is wel degelijk een probleem. Ja. Op zijn minst in sommige delen van de wereld en minstens dan in ons deel in Noordwest-Europa worden daar heel wat vragen bij gesteld. De vraag is, we hebben geen bond nodig. Ja. Nu, dat is de waarheid als een koe. We hebben natuurlijk geen bond nodig. Ja. Maar ethisch is de vraag, mogen wij alleen maar hebben wat we nodig hebben? Ja. Want als we alle gezinnen wat ze verbruiken en bezitten reduceren tot wat ze nodig hebben, ja, dan zullen wij, denk ik, allemaal het gevoel hebben dat we zeer arm zijn geworden. Dus ik denk niet dat de ethische vraag is, heb je iets nodig en je mag het alleen maar hebben als je het nodig hebt? De ethische vraag is, kan je het op een rechtvaardige manier bezitten? Ja? Iets wat je alleen maar kan bezitten door er gruweldaden voor te stellen. Ja? Door mensen of dieren te gaan uitbuiten. Ja? Als dat de enige weg is om het te bezitten, dan kan je denk ik zeggen, het bezit op zich is onverantwoord. Ja, ethisch onverantwoord. Nu, er is geen argument om te zeggen dat de pelsdierhouderij in Noordwest-Europa, ja, een meer ernstige bedreiging zou zijn voor het welzijn van de dieren dan de andere takken van de landbouwhuisdieren. Want als dier, om eerlijk te zijn, of je geslacht wordt en je rug wordt opgegeten, of je huid wordt gedragen, ik weet niet welk verschil dat maakt. Hè. Trouwens, als je dood bent, voelt je toch niks meer. Hè. Het gaat voor de dieren over het leven. Hè.